Ja, wat het stuk is, is dat het geen governance heeft. Geen democratische governance. Het is in handen van bedrijven en intelligence services. En dat maakt het heel gevaarlijk, inmiddels. En is het nu gevaarlijker, vind jij het nu gevaarlijker dan het was? Is het gevaarlijker geworden? Ja, het is een heel groot verschil. Ik was dus net in Londen op een conferentie met allemaal onderzoeksjournalisten en hacktivisten, mensen die heel veel van technologie weten. En de verhalen die je daar hoort, nou het ergste wat ik heb gehoord was van Paul Morera, dat is een onderzoeksjournalist uit Frankrijk. Die was aan het werk in Syrië. Een collega van hem zat in een dorp verderop en die had haar iPhone meegenomen om met de kinderen te kunnen praten. Die iPhone is getrackt en bommetje, dood. Dus het bijhebben van een iPhone in sommige gebieden is inmiddels levensgevaarlijk. Terwijl je als jij die iPhone ziet dat niet weet. Dus en ook wat iedereen ziet als jij googelt, dan zie je alle reclames opkomen en andere dingen zie je nooit meer. We worden allemaal voortdurend getrackt en getraced. Dus zeg maar het verlangen van mensen om met elkaar te communiceren en kennis te delen, dat is een heel oprecht verlangen wat we allemaal hebben en volgens mij ook al eeuwen en ook zullen houden. Maar daar, dat is eigenlijk omdat het denk ik ook zo snel is gegaan, is het gewoon buiten alle democratische systemen om, heeft zich dit ontwikkeld. Ja, we kennen natuurlijk de onthullingen van zowel Assange als Snowden. En dan zie je dat de Secret Services samen met de grote bedrijven, de grote negen zeggen ze dan elke keer, die weten gewoon alles van iedereen. Maar ook in Nederland is er een wet dat alle providers 2 jaar alle data moeten bewaren. En die, ik weet nog, ik was op de bijeenkomst, ik weet niet, 10 jaar geleden of zo, protestbijeenkomst van Vodafone en al die mensen, dat ze dat niet wilden. Maar die zijn ook door wet verplicht nu om dat te doen. Dus je kan zeggen, ja, ik heb er geen last van, want ik doe niks wat gevaarlijk is en ik ben maar een beetje aan het babbelen, wat ik ook heel vaak doe. Maar zodra jij iets doet wat niet past bij de huidige macht, en dan zitten we in Nederland natuurlijk nog relatief rustig, maar als jij in de Oekraïne woont, bijvoorbeeld, of op zoveel plekken in de wereld, is het gewoon heel gevaarlijk. En wat ik, de overtreffende trap die ik nog niet had bedacht, die ik nu de afgelopen week eigenlijk me ben gaan realiseren, is dat die hele surveillance-industrie ook voortdurend outsourced. Dus we zijn nu eigenlijk, wordt het afluisteren en het volgen van mensen nu gedaan door kleine bedrijfjes die helemaal geen enkele aansprakelijkheid hebben of verantwoordelijkheid hoeven af te dragen voor wat ze doen. Dus zowel Snowden als Manning bijvoorbeeld waren mensen die niet direct in dienst waren van de NSA, maar waren subcontractors. Blijkt dat gewoon, dat zijn allemaal subcontractors. Dus ja, ik heb het voor raak in een soort van middenklein bedrijf Stasi-wereld, waar honderden bedrijven elkaar aan het spioneren zijn. Niemand weet meer wat wie doet. Er is geen forum waar dit, anders dan de publieke ruimte, die wordt gedomineerd door diezelfde media, waarin dit kan worden aangeklaagd. En je gelooft niet dat de technische structuren zoals de ICANN overleggen en dat die genoeg functioneren omdat... Nou, het is gewoon een druppel op de gloeiende plaat. Dat is natuurlijk ook het probleem. Democratie is een traag proces. Mm-hmm. Dat is waarom het ook beschermt tegen dictatorschap en zo. En tegen misbruik van macht. Is het een traag proces. Technologieontwikkeling gaat razendsnel. Plus, we hebben natuurlijk wel 20 jaar een neoliberale klimaat in de wereld gehad. Dat als jij geen geld hebt, ben jij een loser. En als jij andere mensen uitbuit, afperst, ben je een held. Mm-hmm. Nou ja, schandalig. Maar dat is wel de wereld waar wij in hebben geleefd de afgelopen 20 jaar. En gelukkig zijn er ontzettend veel mensen die hun best doen. Dus er is ook een hele grote tegenbeweging en daarvoor is het internet ook heel belangrijk. En gelukkig zijn er heel veel hackers die nieuwe dingen verzinnen. Dus dingen als Tor en Tails zijn allemaal heel belangrijk. De encryption, om je te beschermen in de huidige wereld, is heel belangrijk. Maar voor mij is encryption kan niet de toekomst zijn. Ja, dat is ook waarom ik ooit met Marleen samen de Waag ben begonnen in 1993. Wij zagen het publiek domein gewoon aan de kant geschoven worden. En we dachten, we moeten iets maken wat vanuit dat publiek domein blijft denken, blijft werken. En het is traag en het is ingewikkeld en het is complex en het is niet altijd leuk. Maar het is het enige wat we hebben om te zorgen dat niet de schoft de wereld regeert.
met een korte termijn geheugen en geen enkel respect voor menswaardigheid van andere mensen. Mm-hmm. Dus je moet een teleurgesteld mens zijn dan? Nou, het is grappig is nee, want ik zag het eigenlijk ook al in 88. In 88, toen ik in Paradiso werkte, toen hebben wij samen met de Chaos Computer Club mijn eerste programma hier gemaakt. Hoe heet het ook alweer? De Chaos Infoshow. Toen was Stefan Werneri, hacker van de Chaos Computer Club, een van de jonge jongens toen, gearresteerd door Philips in Parijs. Omdat hij hen had aangetoond dat er een bug zat in hun software. Die jongen was toen ook 19, 20, zat 3 maanden vast. Dus het klimaat was toen eigenlijk ook al grimmig. Dat was voor de muur van Berlijn naar beneden viel. Of omver is gelopen. En ik heb dus, omdat het allemaal nu 20 en 25 jaar is, heb ik dat programma teruggezien. En ik heb trouwens ook in mijn promotie de Galactic Hacker Party geanalyseerd. En als je het programma van toen kijkt, dat kan je nu zo weer doen. Toen was ook duidelijk dat er een hele, heel veel intelligence aandacht was. En toen Marleen en ik de wagen begonnen, toen kwam begonnen eigenlijk, zag je die, een soort tsunami van corporate attention voor het internet. En wij zagen dat eigenlijk alles werd weggegeven. Ik heb nog persoonlijk de brief in handen gehad dat Bill Gates zei tegen alle culturele, tegen alle musea van over de hele wereld, had hij een brief geschreven. Weet je, wij gaan jullie digitalisering doen. Dan neem ik de rechten en dan zorg ik dat het goed komt. Dat je echt denkt. En het was zo'n verwarrende tijd voor heel veel mensen. Mm-hmm. Dat heel veel mensen dat serieus overwogen. Oh, geweldig, hij gaat dat voor ons doen. Ja. Ja. Het is heel fijn dat hij nu een grote Bill Gates Foundation heeft. Hè, Melinda Gates. Waar hij geweldige dingen mee doet. Dat is fantastisch. Maar de man heeft ook ontzettend veel kapot gemaakt in de jaren daarvoor. Geloof je dan dat een politieke structuur, Verenigde Naties, moeten die een rol gaan innemen bij de governance of internet? Waar zitten de oplossingen? Nou, daar is natuurlijk een hele lange poging gedaan, de World Summit on the Information Order. Ja. Daar is heel veel tijd en door heel veel goede mensen aan besteed. En daar kon men het niet eens worden. Nee. Ik ben bij de laatste geweest toen daarna in Delhi. Toen hebben ze gedacht, oké, dan maken we decentrale groepen. En in Delhi was ik daarbij. Ja, dat was ook al heel erg door machtspolitiek gedomineerd. De Verenigde Naties is, godzijdank bestaat het. Maar het is natuurlijk een vijver vol met kikkers die alleen maar hun eigen belangen aan het verdedigen zijn. Mm-hmm. En dat geldt ook voor die World Information Order. Dat is gewoon formeel failliet verklaard. Net als de klimaattoppen. Daar is dan nog weer een nieuwe poging. World Summit of Information Order, ik weet niet, volgens mij bestaat het überhaupt niet meer. Nee. Ik heb het niet onderzocht, ik weet niet hoe het nu zit. Ik denk, wat ik wel chockerend heb gevonden, en tot op de dag van vandaag eigenlijk, dat in 93 of eind jaren 80, begin jaren 90, wij werden een soort Cassandra's. Wat absurd is, hè? Dus je hebt het gevoel, kijk naar de ontwikkelingen, je snapt hoe de macht wordt verdeeld, dus hoe ingewikkeld het is om te zeggen 1 plus 1 plus 1 is 4. Maar dan waren een soort van, een beetje rare types. Ja. Hè? Terwijl we natuurlijk wel veel effect hadden, werden heel erg, je kreeg al die evangelisten van het internet, oh wat is het allemaal toch geweldig, dat is natuurlijk ook heel erg industry driven. Ik heb ook heel veel mensen miljonair zien worden, ik heb ook heel veel mensen failliet zien gaan. En dat waren hele chockerende trajecten. En de parlementariërs en de politici, die wilden zich er gewoon niet mee bemoeien. Omdat het ook heel complex was. En er is nu net een heel mooi boek uitgekomen door Ruud Oldenziel en Gerard Alberts. Het heet Hacking Europe. En dat beschrijft de geschiedenis van de jaren 80. De hacker scenes, maar ook de industriële gevecht dat plaats heeft gevonden. En het grappige is dat ik als student, heel toevallig, was ik in Londen op een conferentie, Cable 82. En daar presenteerde de Europese regering hun white papers voor informatiewetten, de eerste keer. Mm-hmm. Dus Engeland, Frankrijk enzovoort. Maar daarnaast was een markt waar ook alle grote telecombedrijven waren, maar ook alle grote Amerikaanse bedrijven. Ik was als student met een journalist mee daar naartoe. Echt, ja, echt gewoon geen idee waar ik terecht was gekomen. En ik was helemaal verbaasd, want er waren daarmee allemaal hele nette wetten werden gepresenteerd. En onderwijl zag ik daar op die werkvloer, waar ik met de journalist, de meest absurde deals worden gemaakt. Hè? Mm. Dus bijvoorbeeld Frankrijk heeft daar zijn hele glasvezelnet gekocht. Maar de PTT kocht coax, eenrichtingsverkeer, glasvezel, tweerichtingsverkeer. Dus Cor de Wit was toen de man van de KPN, PTT.
Dus ik zei, waarom koopt u geen glasvezel? Als je nu al weet dat je dat over 10 jaar moet vervangen. Nee, nee, we hebben alles al geregeld. En dan ging die zo ineens mensen interviewen. En dan zei iemand, nou, ik heb een ontzettend leuke dag. Ik ben gewoon op vakantie in Londen. En als ik er nou helemaal onthutst, dan zei ik tegen de journalist, ja, maar hoezo iedereen op vakantie in Londen? Dan zei ik, nou, dat betekent gewoon dat ze alles geregeld hebben. Dus ze kunnen nog zoveel wetten presenteren hier als ze willen. De eigendom van de infrastructuur wordt nu hier geregeld. En dat was gewoon niet publiek domein. Dat is allemaal privé. De grote bedrijven die winst willen maken. Had dat anders kunnen gaan, als je terugkijkt? Nou, ik denk het wel. Maar dan, dat zou een heel interessante vraag zijn om dus te kijken wat er in de jaren 50, 60, 70, 80 is gebeurd. Het komt natuurlijk uit een militair industrieel complex heeft het internet uitgevonden, voor het geval de atoombom zou vallen. Hè, dat we toch gedistribueerde informatie zouden hebben. Wij hebben zo onderschat dat de macht van dat militair-industrieel complex door al die jaren heen. En dat heeft ook vooral de politiek heel erg onderschat. Het heeft ook geen respect voor parlementen. Mm-hmm. Het heeft geen respect voor politici. Het heeft geen respect voor Verenigde Naties. Het doet gewoon zijn eigen ding. En ik vond het heel onthutsend dat bijvoorbeeld ook zelf, want je kan altijd naar andere mensen wijzen, maar ook naar mijzelf. Ik weet bijvoorbeeld tijdens de hackerparty dat wij dat aan het organiseren waren. En op een gegeven moment kregen wij allemaal e-mails van Amerikanen. Ik denk samen met Rob Grongrijp en Patrice Riemens. Dat zij, nou, ontzettend leuk dat we het begonnen waren, maar zij gingen het vanaf nu overnemen, want wij konden dit helemaal niet aan. Maar echt, we hebben die uitrollen, die liggen in het ISG. Nou ja, dat waren toch nog van die dingen die zo uitrollen. Nou ja, meters lang, ja. En maar uitleggen hoe wij het niet konden en zij wel zouden komen om het over te nemen. Wij hebben gewoon gezegd, no way. Mm-hmm. Nou, dus dat waren we heel blij, uiteindelijk niet. Enfin, die hackerparty begint, en er waren ook een paar Amerikanen. En op een gegeven moment, ja, dat gaat natuurlijk hoe meer technologie, hoe beter. Op een gegeven moment komt er een man binnenlopen met een picture tell. Dat was nog geen streaming en dingen, maar je kon dan beeldtelefoon, picture tell. Dat was fantastisch, vonden wij. Ja. Er komt een heel groot ding binnenlopen. Nou, hoe meer technologie, hoe beter. Huppakee, je wordt ook in dat soort cockpit met al die soorten computers, want dat was ook helemaal geen standaard. En die zet het ding neer en dat ding gaat online. Ik was producent, dus ik liep heel veel dingen tegelijk doen. En ik kom die zaal, grote zaal van Paradiso binnen. En ik zie ineens Captain Crunch, een hele bekende hacker uit Amerika, zeggen tegen een paar Amerikanen op het scherm. En het was dus, hi. Hi, ja. Ja, ja. En het waren ook echt Russen, met mannen met baarden en zo. En die Crunch zegt, hey, André. En ik denk, hey, hoe kunnen wij nou ineens naar Astronaut City in Rusland bellen? Want we kunnen nog helemaal niet bellen naar het Oostblok. Hoe kan dat? Ja. Hoezo kent Captain Crunch André? Dat snap ik ook helemaal niet. Nee. Dus ik zeg tegen Captain Crunch in dat gekkenhuis wat die hackerpart was. Ik zeg, hoezo ken je hun? Ja, het is een San Francisco teleport. Nou, ik heb het ergens in mijn achterhoofd opgeslagen. En tijdens die PhD ben ik dus teruggegaan naar dat. Ben ik eerst herinneringen gaan opschrijven. En dus heb ik dat verhaal opgeschreven van, goh, wat was dat eigenlijk, die San Francisco-Moskou teleport? Mm-hmm. Ik in het archief, niks over gevonden. Ik dacht, nou, misschien heb ik het gewoon bedacht. Toch? Hoe kan dat? Ik naar Rob. Gelukkig in Hectic is het daar één keer genoemd. Hè? Dat is dan als je historisch onderzoek belangrijk. Dus het is genoemd. Toen ben ik dus door gaan zoeken op internet. Wat dat dan allemaal is. Want dat is natuurlijk het leuke van internet. Dat je heel veel kan vinden. Blijkt dus dat The Well was natuurlijk al gefinancierd door de CIA. Hè? Dus wat iedereen heel leuk vond. Het eerste bulletin board system in San Francisco. Was gefinancierd door de CIA. Om te kijken wat mensen daar zelf mee gaan doen. De mensen op de Well hebben dat natuurlijk helemaal niet meer door. Want die zijn gewoon aan het genieten van dat ze leuke dingen voor elkaar aan het doen zijn. Die weten niet dat ze eigenlijk in een CIA-experiment zitten. En die San Francisco Moscow Teleport is dus gefinancierd door KGB en CIA samen. Die zijn al begonnen in 86 met dit te maken. Dus op de board daarvan zaten ook KGB-mensen en CIA-mensen. En de Well is natuurlijk het grote internet geworden in Amerika. En Rusland is dat, ik weet even niet meer hoe de naam is, maar de grote eerste Russische telco geworden. Dus dan zie je eigenlijk dat, terwijl wij, dat is eigenlijk de drie generatie van Fassbinder, wij zijn leuk aan het spelen. Aan het feesten. En onderwijl is er een andere groep mensen, want het zijn ook allemaal gewoon mensen, die als hobby en als geldverdienmodel hebben om ons te bestuderen. En die geven ons wat en dan doen wij dingen. Ja, het is gewoon een heel ander beeld als wat je denkt.
En er was een zeer chockerende presentatie van Charles Lewis. Die heeft het Center for Public Integrity opgericht in Amerika. Dat is een hele bekende onderzoeksjournalist. Die heeft net een boek geschreven, 935 Lies. Die had de presentatie daar een paar dagen geleden. En die zegt, nou, eigenlijk is mijn conclusie dat wij 10 tot 20 jaar later pas weten wat er nu gebeurt. Als het gaat over government and intelligence. Mm-mm. Nou kan je zeggen, hoe belangrijk is dat? Want je kan ook zeggen, nou oké, er is gewoon een groep mensen, dat is hooguit 1 miljoen in de wereld, zoveel is het ook weer niet, die hebben dit spelletje voor hun leven, hè? Die zijn bezig om elkaar te bestuderen en die schieten elkaar af en toe dood. Oké, en die hebben een aantal media in de hand en onderwijl, we doen gewoon ons eigen ding. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Dat was ik ook hoorde bij het oprichten van de wagen. Je doet je eigen ding. Het hele idee van encryption en Tails en Tors, ook je doet je eigen ding. Hè? Ben jij ook heel goed in, je doet gewoon je eigen ding. En we hebben muziek en we hebben beelden en we hebben cultuur en daar begrijpen ze helemaal niks van. Dus je kan heel ver gaan. Tot je natuurlijk, tot je in oorlogstijd komt. En je een Amerikaanse regering heeft die achter de olie aangaat. En ze gaan natuurlijk al jaren achter de olie aan. En er zijn strategieën van oorlog maken waar miljoenen mensen door doodgaan die hun eigen ding lopen te doen. En er zijn natuurlijk ook biologische oorlogsvoering die er nu aan de hand is. Dus ja, ik denk dat je een volstrekt cynische, achterdochtige grondhouding moet hebben naar wat er aan de hand is. Want die mensen hebben wel heel veel invloed. Mm-hmm. Maar er is ook iets wat ze helemaal niet begrijpen. Dat is dan weer, hè, Noord-Vietnam won wel van Zuid-Vietnam. Maar ja, het is een verdomd ingewikkelde wereld. Ja, maar wat als je zegt, er zijn dingen die ze niet begrijpen, wat begrijpen ze niet? Of is dat een soort waar is de hoop? Ja, dan waarom ik net zeg, zeg je dat tegen jezelf, zeg maar? Nou, ik zeg het natuurlijk ook tegen mezelf, want ik wil gewoon leuk leven blijven leven. Ja. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om, en dat zie je ook als je klokkenluiders ontmoet. Het is heel belangrijk, ook voor alle toekomstige klokkenluiders. En uiteindelijk, als de revolutie komt, we hebben dus echt een revolutie nodig, denk ik, als het gaat over hoe internet is georganiseerd. Dan is het heel belangrijk dat je alle mensen die daar een rol in spelen ook als mensen blijft aanspreken. En een Manning of een Snowden, maar ook heel veel andere whistleblowers, die houden een soort basisgevoel van common sense, van rechtvaardigheid. En dat gevoel van rechtvaardigheid is waar we het wel met elkaar van moeten hebben. En er zijn natuurlijk heel veel mensen in die surveillancewereld die dat helemaal kwijt zijn. En die worden ook gepiepeld door elkaar. Dat stuk, hè? Dus de een slaat de volgende, slaat de volgende, slaat de volgende. Dus die zitten in een soort eigen discours. Maar het is heel belangrijk om elke keer weer dat, hè, de kinderen, de gewone mensen, dat is heel belangrijk. En de relatie tussen kinderen die veilig kunnen opgroeien en oudere mensen die worden verzorgd en dat je veilig over straat kan lopen, dat blijft de basis van samenleving en van de verschillende vormen van democratie die we op de wereld kunnen uitvinden. Mm-hmm. En democratie betekent voor mij dan dat mensen mee hun eigen omgeving kunnen bepalen. Mm-hmm. En dat er niet hier een of andere warlord binnenkomt en de boel neerschiet. Of het nou met chemische wapens is, of met vaccins, of met bommen, of met drones. En het verschrikkelijke is dat er natuurlijk ontzettend veel mensen heel arm zijn, geen eten hebben, waanzinnig worden gemanipuleerd door deze warlords. Maar ik denk dat ook de geschiedenis het leert. Een enkeling maakt verschil, maar die kan alleen maar verschil maken als er een hele grote groep mensen om die edges, om de stap te zetten van we doen het niet meer. Mm-hmm. Zoals ook de muur naar beneden is gegaan. En jij zegt, we hebben een revolutie nodig. Hoe ziet die revolutie eruit? Nou, ik weet niet. Maar nu ga ik gewoon me zitten verzinnen, hè. En dan neem ik de inspirerende voorbeelden. Dus dan denk ik aan de Anja-revolutie in Portugal. Of aan Tsjechoslowakije. Of aan de Berlijnse muur. Hè? Er zijn momenten dat zoveel mensen het gehad hebben met het misbruik van de macht. En dat de samizdat, die nu al heel groot aan het worden is. Hè? Dus de samizdat, het kunnen lezen tussen de regels door van de mainstream media. Dat zo groot wordt en dat zeg maar die mensen die dus geen goede intentie hebben, die niet iedereen willen meenemen, dat die steeds meer geïsoleerd worden. Ja, en als er dan een paar goede mensen zijn, dan klapt het om. Dus het zal toch, en misschien wordt het wel de revolutie van de consument. Die zegt, ik doe het niet meer, ik wil er niet meer aan meewerken. Ik koop geen iPhone meer die iedereen
waardoor ik overal word afgeluisterd en wordt meegekeken. Mm-hmm. Hey, en is die trend aan de gang? Is er een groep mensen die het met je eens is groeiende? Nou, ik heb wel het gevoel dat zeg maar de middle ground, waar ik me op heel bewust op wil blijven begeven, dat die best wel klein is. Omdat aan de ene kant heb je dus de hackers die nu ongelooflijk worden bedreigd en de whistleblowers op een verschrikkelijke manier. Hè? Nou, dat rapport nu over de torture, ik bedoel, het is gewoon... Echt... Er is geen grens wat deze mensen doen. Ook omdat zij een soort, ja, ik denk dus een soort vervreemding in hun hoofd hebben. Hè? Want ze hebben, zullen ook kinderen hebben, dus wat moet er met hun kinderen gebeuren? Maar dus als je in de zone zit waar je wordt, jij target bent, waar jij wordt, nou, achter jou aan wordt gezeten, dan verlies je gewoon in no time alles. Zelfs Women on Web, de organisatie uit Amsterdam die vrouwen helpt om op een veilige manier abortus te doen, omdat zoveel vrouwen doodgaan en foute abortus in de wereld, staat op die hitlist. Ja? Dus je kan niet meer met een creditcard betalen. Die worden voortdurend gehackt. Dus als je iets doet wat niet past bij de mainstream machthebbers op dit moment in voornamelijk Amerika, maar dat geldt ook in China en in Rusland en er zullen nog veel meer van dat soort complexen zijn die ik niet eens weet dat ze bestaan. He, Arabische wereld, Afrikaanse wereld, het zal gewoon de drugskartels. Als jij fout zit, dan ben je werkelijk vogelvrij. Je hebt zo geen bescherming. Dus als je in die groep zit, dan zijn we nu al lang in de derde wereldoorlog aangeland. Dat, he, want het is gewoon, niemand is meer veilig. Als je dus aan de andere kant in de groep waar ik werk, academische wereld, die zijn nog helemaal niet wakker. Daar is, of de politiek is dat in de Raad van Cultuur tot... Begin deze week zat ik in de Raad van Cultuur. Mijn termijn is nu voorbij. Als je in de wereld van de politici werkt, of de academische wereld, daar hebben mensen absoluut geen gevoel van urgentie. Chockerend. Mm-hmm. Ja? Echt zo chockerend. Als ik daar een paar jaar geleden zei Wikileaks, dan denken ze, oh, Caroline heeft er kent een leuk actievoerdersgroepje. Mm-hmm. Ja. Geen notie dat... Ja, gewoon geen notie van hoe wij nu allemaal door een kleine groep mensen op een schandalige manier worden gemonitord. Ik heb alles maar Engels gesproken, sorry. Met mogelijk hele dramatische gevolgen. Als je één stap buiten de weg zet. Ja, bedoel, als jij op het fietspad loopt in plaats van op het trottoir, kan je al gevaar lopen, bij wijze van spreken. En dat vind ik dus heel chockerend. En ik zoek alsmaar manieren hoe ik mij moet gedragen om in die wereld urgentie te creëren. En dat is ontzettend ingewikkeld. Want dan ben ik te gepassioneerd, weet je. Of ik te, ja. Ja. Dan, ja, dat, zeg maar, dat is niet zoals van dat... Zoals dat mensen niet weten of ze Assange of Snowden... Hè, of dat nou mensen zijn die je moet beschermen. Dat mensen daar geen helderheid over hebben. Dat kan ik eigenlijk niet bij. Denk je dat Europa een rol kan spelen? Ik zou het echt geweldig vinden als het zou kunnen. Ja. Ja, ik zou het geweldig vinden. Dus ja, ik besteed ook heel veel tijd aan trage, democratische, bureaucratische bodies. Omdat ik denk, het is het enige wat we hebben. Terwijl bijvoorbeeld die groep die nu al heel erg geradicaliseerd is, die zegt, ik geloof de politiek niet meer. En dan zeg ik terug, en dan vinden ze mij dus een softie en stom, dus daar ben ik ook stom. Dan zeggen ze, ja, ik zeg, dat is helemaal geen optie. Nee. Er is niks anders wat je hebt. Je moet zorgen dat je in contact blijft met de politiek, met de gewone mensen. Je moet blijven uitleggen wat je doet. Je moet voortdurend toch zorgen dat je iedereen meeneemt. Je kan niet anders. Anders ga je een andere totalitaire staat beginnen. Nou, ik ben daar niet in geïnteresseerd. Ik vind het naar, saai, boring en ik vind het walgelijk. En ik word gewoon doodsbang en verschrikkelijk. Dat maakt alles kapot waar ik van hou. Alles wat mooi is, dierbaar, kwetsbaar. Dus er is wat mij betreft... Het gaat niet of je de politiek vertrouwen hebt. Het gaat over, je moet met ze werken. Ja. Het is niet anders. Maar goed, je zegt, je moet met ze werken. En tegelijkertijd zeg je, het besef van de urgentie is er niet. De kennis is ook beperkt. Ja. Dus ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat de politiek die urgentie wel voelt en de kennis wel heeft? Gewoon allemaal zoveel mogelijk proberen. Het is gewoon, je kan niet in één dag de wereld veranderen. En dus ook een ICAN, waar jouw vraag begon. Alles wat je kan verzinnen is goed. En blijven praten. Kijk, ik ben dan bijvoorbeeld...
Nou, als het bijvoorbeeld de Raad van Cultuur gaat, ja, dat is het orgaan dat direct aan de minister van Onderwijs en Cultuur adviseert. Ik ben heel blij dat de digitalisering daar op de agenda blijft staan. Ja, maar dat staat dan op een hele... de urgentie is mij niet gelukt om op die manier erop te krijgen. Blijf ik wel proberen, ik heb daar... En dan zeggen ze ook, ja, goed dat je dat doet, Carolien, iedere keer weer. Dan denk ik, ja. Ja, en nu? Ja. Net zoals ik ook vind dat minister van Economische Zaken... Dus ik vind eigenlijk dat er een hele... Dus dat hele topteams... Het topteam als het gaat over internet en ICT... heeft wat mij betreft helemaal de verkeerde agenda. Hè, die agenda is banen. Banen is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar die agenda moet ook zijn bescherming van democratie. En daar zit helemaal niks over in. Het is allemaal nog jaren 90 evangelistisch gedoe. We spelen nog steeds jaren 90 San Francisco. Absurd gewoon. Het gaat over business angels en investeringsklimaat. Tuurlijk, geld moet rollen en economie moet draaien. Maar Loris Lessig heeft al aangetoond, sharing economy is 2/3. Commerciële economie is maar 1/3 van wat wij doen. De sharing economy wordt gewoon niet beschermd. En het staat niet op de agenda. En dat is heel dramatisch. En dat wordt dan weggestuurd naar justitie. Nee, het is niet. Justitie, heel belangrijk. Het ministerie van Justitie is wel heel structureel daarmee bezig, voor zover ik het kan zien. Je hebt ministerie van Justitie, dat is heel belangrijk. Maar het is ook het ministerie van Economie. Het is ook Rijkswaterstaat. Het zijn gewoon al die ministeries die ook volgens mij geen idee hebben hoe hun eigen ICT volledig niet veilig is. Geen recht doet aan democratische principes van dat er privacy nodig is, wil je een publiek domein hebben. Dat wordt ook allemaal geoutsourced aan bedrijven en is niet transparant wie het doet en wat ze doen. Source codes zijn ook niet openbaar. Ik bedoel, het is nu uitgekomen, wat je natuurlijk al jarenlang weet als je erin werkt, al die consultancyfirma's die gewoon deals hebben met IT-bedrijven, die doen helemaal niet oprecht adviseren. Mm-hmm. Weet je, dat zijn gewoon links. Dus dat hele onderzoek, wat ik zelf niet graag doe, er zou een heel goed onderzoekscollectief moeten komen die al die links duidelijk maken. Deloitte & Touche werkt met die 5 IT-bedrijven. Wie zijn de programmeurs? Waar komen die vandaan? Wat voor manieren doen die code? Wat is het concept van een gebruiker? Wat is het concept van het systeem? Wat is het concept van een firewall? Ja, dit is de top of the iceberg wat ik nu noem. Ja. Want bijvoorbeeld met Raad van Cultuur hebben we een aantal rapporten gedaan over het hele digitale archief van de overheid. Wet openbaarheid van bestuur is nu op dit moment dysfunctioneel, omdat de Nederlandse regering, inclusief alle gemeenten, een achterstand hebben van 12 kilometer, papiertjes op een rij, dat is het papierenarchief. Digitaal is gewoon niet georganiseerd. Er zijn een paar best practices, ongeveer 50 gemeenten die het zelf goed doen, waaronder Amsterdam. En de rest niet. Nou, en dan doe je dus, en die commissie archieven, dat is echt een geweldige commissie, die dus keer op keer dat doet. Dus journalisten schrijven er niet over, ambtenaren lezen het niet. En het gaat zo ver dat een man in die commissie van het ministerie van Justitie, hij was de historicus van het ministerie van Justitie, en die stond op een gegeven moment, liep hij door de gang en hij ziet een collega met een heleboel mappen naar de papierversnipperaar lopen en zegt, god, wat ga je doen? Die man zegt, ja, ik ga even wat planken leegmaken. Oh, nou, zegt hij, wat stond er op die planken? Ja, alle gegevens van de 42.000 adoptiekinderen in Nederland hebben we niet meer nodig. Nou ja, weet je. Hij heeft gewoon, fysiek is hij op de papiersnipperaar gaan liggen om die collega te stoppen om alle gegevens van die 42.000 adoptiekinderen, wat heel belangrijk is voor mensen om erachter te kunnen komen wie je vader en je moeder zijn, dan waren ze gewoon versnipperd. Ja. Dus daar zit zo'n, het gaat veel verder dan mediawijsheid. Ja. Zie je lichtend voorbeelden bijvoorbeeld in Brazilië, want ik vind... Die president van Brazilië positioneert zich heel vaak ten opzichte van Amerika. Wel met open source, open data, eigen cloud. Zie jij meer lichtende voorbeelden van landen die het op kunnen nemen? Nou, ik ben heel blij dat er verschillende bewegingen zijn. Ja. Ik denk dat dat is veel, dat, zeg maar, dat op een heel ander niveau naar boven zou kunnen komen. Ik denk ook dat de journalisten veel beter hun werk moeten doen. Er was een waanzinnige speech, dat raad ik echt iedereen aan, van John Pilcher. Die zaterdag in Londen in de Barbican heeft gehouden over... Als de journalisten hun werk hadden gedaan, was de oorlog in Irak niet gebeurd. Was er, nou, en dan noemt hij een heleboel dingen.
Dus ik denk dat de hele, dat wat wij daarover weten, want kijk, over Brazilië moet je ook weten, hoe ziet die open source cloud eruit? Wat zijn die wetten die daar wel zijn? Mm-hmm. En ook, hoe worden die dan vervolgens weer aangevallen en hoe worden die onderschept? Dus ik denk dat we veel meer, dat, ja, daar is gewoon heel veel werk te doen. En, ja. En ieder, of het nou de Silent of Circles is, of dat het een wet is in Brazilië, of de mensen die Tails hebben ontwikkeld, zodat je je eigen computer veilig kan houden. Hoe meer, hoe beter. Hey, als je, stel, we zouden overnieuw beginnen. Hoe zouden we dan het internet moeten inrichten? Ja, interessant. Want die hele curve dat je gewoon je eigen dingen kan doen, is geweldig. Ja, ik denk dat je van begin af aan hele strakke wetten had moeten hebben op de bedrijven. Hoe die er precies uit zouden hebben moeten zien, weet ik niet. Maar de schaamteloosheid waarmee dit is gebeurd, dat lijkt me heel belangrijk. Ik denk dat we een soort rem in hadden moeten bouwen. Dat gesprek over de code veel eerder en veel dieper gevoerd had moeten worden. Hoe de code wordt ontwikkeld. En dus ook de mensen die Unix hebben ontwikkeld en Linux hebben ontwikkeld. Gelukkig heeft Linux heel dat verschil gemaakt. Maar ze zijn natuurlijk ontzettend weggehaald. En er zijn ook hele campagnes tegen hun geweest. Mm-hmm. Die zeer effectief waren. Onder andere door al die consultancy firma's. Die ontzettend veel geld eraan hebben verdiend. Ja, ik denk als je dan kijkt naar onszelf, ik denk dat eigenlijk Marleen en ik destijds met de wagen gelijk een onderzoekscollectief hadden moeten beginnen. Hebben we niet gedaan. Wij voelden het allemaal wel en we merkten het. Weet je, en we kregen ook de meest rare vragen naar ons toe in die eerste tijd. Maar we hadden dat natuurlijk veel, ik denk dat we dat veel harder hadden moeten doen. Een watchdog die alles... Ja, bijvoorbeeld bij de Kraakbeweging had je destijds een speculatie, een speculantencollectief. Dat was zo belangrijk. Dat hebben we eigenlijk niet gedaan bij die hele internetontwikkeling. Dat hadden we eigenlijk ook moeten doen. En er waren wel mensen die dat deden, maar niet hard genoeg. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk, Rob heeft natuurlijk al die hackers en van Hectic hebben natuurlijk al die hackercamps gedaan. Maar het was weer zo IT-gericht dat de relatie met de democratie soms weer heel ingewikkeld was. Ja. Het was ook een klimaat waarin alle snelle jongens wonnen. Maar ik denk dus dat eigenlijk het gesprek over de code zelf, de analyse van de machtsverhoudingen, waar Castells natuurlijk in het begin al heel veel over heeft gedaan. Maar het is ook heel vermoeiend, het is heel ingewikkeld. Dan zit je gelijk al in de surveillance society. Maar dat was het ook duidelijk geworden. En het is ook zo dat natuurlijk, eigenlijk door al die jaren, er zijn zoveel mensen al gecriminaliseerd. En we zijn gewoon daar, wat dat betreft, niet alert genoeg geweest. Dat denk ik wel. Er gebeurt ook zoveel. De muur ging naar beneden, weet je. Maar ook als je kijkt wat er in Joegoslavië is gebeurd, die oorlog was natuurlijk ook in Europa. Toen hadden we het gevoel, we maakten veel verschil. Weet je, wij konden de stream overnemen van B92. We voelden ons toch geweldig dat dat kon. Hè? Jij bent nog naar hen toegegaan. Ja, klopt. Weet je, wij konden dat soort dingen doen. We konden die onafhankelijke radiostations tegen die oorlog. Dus eigenlijk wij zijn we ons blijven richten op de goede dingen, hoe je dingen kon doen. Op de eigen ruimte. En ja, en ik ben toen zelf naar het onderwijs gegaan. Ook weer omdat ook in 1999 kwam eraan. Nou ja, echt. Geen enkel besef wat er aan de hand was. Mm-hmm. Maar ook daar heb ik zulke gevechten moeten voeren met de Oracles en de Deloitte en Touches en de Andersons. En het was gewoon schandalig. En daar kwam ik niet doorheen. Weet je? En dan liet ik second opinions maken door Access for All. Om te laten zien, je wordt nu opgelicht. Nou ja, maar de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Oracles en ook, hoe heet die ook weer? PricewaterhouseCoopers. Ook echt schandalig wat die allemaal gedaan hebben. Is allemaal niet onthuld. KPMG-fraude is echt de top of the iceberg. Dus je zegt, een van de redenen is dat ons focuste op de mooie dingen, de mogelijkheden, zeg maar, hebben we de gevaren veronachtzaamd. Ja, ik denk dat we die alliantie breder hadden moeten maken vanaf het begin. Weet je, en ik heb bijvoorbeeld, ik ben ooit in een traject van een digitale universiteit, gingen alle mensen samenwerken. Dus ik had heel erg belang dat ik dacht, als je die studenten nu goed doet, dan komt het goed. Dus ik dacht, met Access for All gaan we alle studenten van Nederland doen. Dan had ik een prachtig idee, Educational Service Provider. Daarmee heb ik gedeeltelijk het traject van PricewaterhouseCoopers, waar tonnen heen zijn gaan gered. Maar ik heb dus ook aangetoond dat ze gewoon niet wisten wat ze deden aan al die colleges. Maar ik was te extreem voor hun. Het ging allemaal met klassieke copyrightwetten, eigendom, terwijl het allemaal gemeenschapsgeld was. Mm-hmm. Als je zei gemeenschapsgeld waar we mee werken, hoezo gaan we hier legertje spelen?
dan was ik fout. Hè? Terwijl ik echt dacht, nou, jullie zien ze karren. En toen, ik heb dat gevecht over de copyright verloren. Dus de digitale universiteit ging failliet, heb ik ze ook uitgelegd. Ik zeg, als jullie dat niet loslaten, dan gaat dit nergens over. Je gaat ingehaald worden door open source. Is ook gebeurd, geen de goede. We hadden van de wereld de beste kunnen zijn met Nederland. Toen ben ik daarna op een lunch uitgenodigd door PricewaterhouseCoopers naar de evaluatie. Ik dacht, nou oké, interessant, misschien gaan we het over iets leuks hebben. Daar hebben ze mij gewoon zitten bedreigen. He, dat als ik nog ooit in een traject mijn mond zou opentrekken, zij zouden zorgen dat ik nooit meer werk zou vinden. Nou, maar wat ik, dus waar het dan over gaat, zelfkritiek. Ik heb dat gewoon aan vrienden verteld, maar ik heb dat niet aan een krant verteld bijvoorbeeld. Weet je? Dat hele traject heb ik niet, ik weet niet of media geïnteresseerd waren geweest. Ik heb niet gedacht, ik moet dit groter maken dan mij. Als dit nu met mij gebeurt, en ik zit doordat ik toen hoog in die hogeschool zat in de universiteit, zag ik dit gebeuren. Dus ik heb zelf ook niet gedacht, ik moet dit aan de grote klok gaan hangen. Dit is schandalig wat hier gebeurt. Ja. Omdat je bang bent om als klokkenluider te worden bestempeld. Ik was ook heel erg bezig met mooie dingen maken. Toen heb ik een teacherslab gemaakt, toen heb ik andere dingen gedaan. Ik was ook kinderen aan het opvoeden, weet je. Als ik terugkijk, denk ik, nou, ik had zelf ook gewoon dat, denk ik, beter en veel harder in de krant moeten zetten. Toen de Nederlandse kabel, of sorry, de Amsterdamse kabel werd verkocht aan, wat was het ook alweer? Dat vervelende bedrijf, UPC. Mm-hmm. Heeft Marleen nog een heel stuk in de krant geschreven, samen met Bert Mulder, hè, waar we het allemaal over hadden gehad. Omdat het ook, hoe kan je nou je publieke domein verkopen? Bedoel, waar ben je mee bezig als gemeente? Nou ja, één stuk, niemand reageert. Mm-hmm. Er was zo geen aandacht voor. Maar ik denk wel dat... Maar ik kom natuurlijk ook net uit een grote conferentie waar we alleen maar hebben gehad over hoe het misgaat. Maar ik vind het echt heel dramatisch. En als ik hoor dat hoe dan in Syrië of in de Oekraïne, hoe nu al die media worden gebruikt door de intelligence, die is geoutsourced door bedrijven, om ja, ook gewoon vriendelijke mensen dood te schieten en bommen op hun hoofd te gooien. Nou, ik word er werkelijk niet goed van. Zijn we beter af zonder internet? Als je nu naar dit verhaal kan kiezen. Nou ja, kijk, in die zin verandert het dus ook niet zoveel in de mm-hmm. wereld. Hè. Het gaat al, de mensen hebben al, zolang mensen hebben gelogen, bedrogen, machtscoalities gemaakt, wij veel en jij weinig, ik macht, jij dood. Dat is natuurlijk hoort bij de geschiedenis van de mensheid. Wat het grote verschil is natuurlijk de schaal en de snelheid waarmee dit allemaal kan, waardoor je als mens die geen toegang tot die media heeft, of tot die wapens, de snelheid waarmee slachtoffers worden gemaakt is natuurlijk wel exponentieel groter geworden. En tegenmacht maken betekent wel dat de eigen netwerken of de beveiliging in de netwerken heel belangrijk is. En dan zie je dat dus hele oude wetten gaan werken. Er zijn een heleboel dingen die je niet op internet moet zetten. Mm-hmm. Je mag niet schrijven over sommige dingen op je Facebook of op je LinkedIn. En je moet ook niet met iedereen vrienden worden. He, als je sommige dingen met mensen willen kunnen samen doen, moet je vooral geen vrienden zijn op Facebook of LinkedIn. Dus de Stasi in Duitsland was bezig eindeloos om netwerken tussen mensen. Nederlandse intelligence ook. Wie kent wie? Nou, wij doen het nu allemaal zelf weggeven. Ik bedoel, het scheelt echt heel veel geld. Aan de andere kant kan je zeggen, dus ik denk aan twee dingen. Wij hadden daar een spion, die was een whistleblower van MI5. Een hele grappige vrouw, Animation, die gewoon de oude wetten, als je belangrijke dingen wilt bespreken, dan doe je dat niet via internet, je maakt geen afspraak via e-mail. Je zorgt dat de link tussen jullie tweeën niet zichtbaar op het internet aanwezig is. En dan kan je samen heel veel doen. Mm-hmm. Ja, dus dat gaat weer over afspreken in het park. Mm-hmm. Als je wil hebben over dingen die je niet wilt dat iemand anders hoort, telefoons uitzetten, wegbrengen, uitzetten is niet genoeg, ergens anders gaan zitten. En aan de andere kant is natuurlijk, denk ik, dat de democratische beweging op internet ook heel groot is. Dus er zijn ontzettend veel jonge mensen die vechten voor hun toegang. Als jij nu in Pakistan woont, of in China, dan vecht jij om toegang tot internet. Dus mensen weten dat het mogelijk is om contact te maken. En dat is ook een hele grote driver. Dus die wil je faciliteren. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat er nieuwe internet erbij komen. Waar wel die wetten gelden en dat mensen op een gegeven moment wijs worden. Het liefst zou ik nu een nieuw internet ernaast beginnen. Waar privacy is en waar een publiek domein is. Zoals ik in het begin hoopte dat het zou worden. En dat mensen denken, oh, daar wil ik veel liever bij.
Ja. Dat lijkt me eigenlijk het beste idee. Ja. Misschien moet ik Bill Gates bellen. Dan zeg ik, jongen, we gaan het nu rechtzetten. Je hebt geld genoeg. Je kan genoeg. Het goed maken. Je kan ja. het we gaan maken. Het nu veranderen. Ja. 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 Maar ja, dan krijg je inderdaad het punt. Want er zijn natuurlijk, wat is het, diaspora, zeg maar. Dat is een van die voorbeelden van, we gaan een Facebook maken, maar dan decentraal en et cetera. Ja, het enige ja. probleem is, kennelijk lukt het. We gaan toch niet voorlopig nog zitten waar onze vrienden niet zijn. Hè? Dus het zit ja. heel erg in een kip-en-ei verhaal. Ik denk dat iedereen wel over wil. Ja, als ik mijn netwerk gewoon weer kan meenemen daar, zodat ik nog steeds weer contact kan hebben met wie dan ook. Ja. Dus als ik steeds die dingen zie, denk ik, nou, dat algemene besef is er nog lang niet. Want anders zou iedereen gewoon wel ja. massaal overstappen. Ja, nou, er is ook het alternatief is er ook niet. Hè? Ja, er is niet een veilig internet op dit moment. Er is geen privacybescherming, wat er wel zou moeten zijn. En dat kan je natuurlijk anders. Je kan die machines anders gaan maken. Het is echt ook weer niet zo ingewikkeld, denk ik. Je kan een aantal chipjes niet in de computer zetten. Je kan dat gewoon anders ontwikkelen. Dus ja, daarom denk ik dat toch het ouderwetse democratische werk, het informeren van mensen, gewoon al die dingen die we weten, hoe democratie en ook welvaart ontstaat, is dat je respect hebt voor de autonomie van mensen en dat je ook faciliteert dat ze elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten. Nou ja. En dat het primaat van geweld bij de staat ligt. Ik ben ervoor dat dat zo blijft, maar ik vind dat die het bijvoorbeeld niet mag outsourcen. Eigenlijk vind ik dat dat niet mag. Want dat betekent dat het onaantastbaar wordt. Ja. Ja. Hey, eerder toen je het over democratie had, zei je, democratie is nou helemaal traag, dat kost tijd, hè? Dat hoort erbij. Technologie is snel en lijkt alleen maar sneller te worden. Dus dat gat tussen zeg maar, het democratisch besef van wat is aan de hand, wat zijn de gevaren, wat zijn de kansen, et cetera, van die steeds sneller wordende wereld, dat gat wordt alleen maar groter, denk ik. Ja, maar dus dan zit mijn vertrouwen dus echt in de samizdat. Dan denk ik echt aan de vorige Koude Oorlog. Er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment tussen de regels door gaan lezen. En heel veel jonge mensen weten nu dat als jij solliciteert, dat je werkgever naar je Facebookpage kijkt. Echt, heel veel jonge mensen weten dat inmiddels. Dus nog 10, 20 jaar verder. Het gesprek over de code. Ik hoop echt, en het zal gebeuren, het gebeurt al, wordt steeds duidelijker. Ja, dus ja. Dus, ik denk dus, gewoon ons best blijven doen. Ja. Ik bedoel, dat is het enige wat je kan doen. Ja, en je blijft met al die kennis die je hebt en van al die gevaren en dingen, je blijft een optimistisch mens in deze. Ja, ik weet niet wat optimistisch. Ja. Ik denk dat je moet een beetje compartimentaliseren. Hè? Dus je kan dus denken, oké, ja, het is heel erg, de surveillance. Hoe de wereldwijde democratie op dit moment uit de hand loopt, is echt chockerend. En we weten de top of the iceberg. We weten nog niet hoe erg het allemaal is. Tegelijkertijd woon ik in Nederland op dit moment en doen er heel veel mensen hele goede dingen. En zijn er ook mensen die hele goede dingen doen. Ik zag een geweldige film van ook diezelfde Paul Morera. De hackers in Syrië, die door Anonymous worden geholpen vanuit Parijs. Als je die kids bezig ziet, my god, daar word je heel blij van. Mm-hmm. Dus er zijn overal mensen, ook in waar de volledige wanhoop is, waar mensen proberen goede dingen te doen. En die moeten ook gewoon elkaar vinden. En ja, dus ik denk, daar ben ik heel cynisch, ja. En daar vind ik het geweldig. En thuis zorg ik dat ik harmonie heb en dat ik ook van mooie dingen geniet. En dan geniet ik van muziek en mooie voorstellingen en ja. Dierbare en inspirerende mensen om me heen. Het gaat niet over dat alles. Je kan niet één woord over alles hebben. Je moet gewoon. Dat hoort ook bij mens zijn. Het hoort ook natuurlijk bij ouder worden. En dat moet je ook jonge mensen leren. Ja, dit is wel erg, maar daar kan je wel doen en daar kan je dat doen. En dat kan allemaal tegelijkertijd bestaan. En het is net als vroeger. Ik hoop dat ik de moed heb, en daar bevraag ik mezelf ook elke keer over, dat ik op het juiste moment mijn best doe om dingen te zeggen, ook als mensen het niet willen horen. Net als ik toen met die digitale universiteit niet naar de krant ben gegaan. Dat had ik natuurlijk achteraf wel moeten doen. Ja. De vraag is of iemand het had willen weten. Ja. Net zoals al die rapporten over de Nederlandse archieven, wat echt chockerend is, wil niemand weten. Nee. Dus ja, dat is gewoon allebei. Het kan gewoon naast elkaar bestaan. Parallel realities. En de moed hebben om het op gezette tijden bij elkaar te brengen. En ik denk ook, dat vind ik wel, dat ook solidariteit, hè, dat is een beetje een oud woord, maar dat krijgt wel echt een hele nieuwe betekenis de komende 10 jaar. Ik denk dat we daar elkaar ook echt moeten helpen om dat te zijn.